Hey, hallo allemaal, 10 mei en het ziet er vandaag heel goed uit. Voor veel mensen een brugdag tussen de feestdag van gisteren en het komende weekend. En we gaan die dag echt wel in mooie zonnige omstandigheden kunnen doorbrengen. Misschien dat er hier en daar vanochtend vroeg nog wat nevel of een mistbank hangt, maar dat is niet meer vergelijkbaar met de vorige dagen. Dat beetje grijs of dat beetje nevel of mist wordt heel snel opgeruimd. En dan volgt een zonnige dag. Met heel veel zon, hoogstens passeert er nog eens een hoge sluierwolk of een klein stapelwolkje, maar de zon zal 95% van de tijd of meer kunnen schijnen. Die zon die stuurt ook de temperatuur wat hoger. De wind is wel nog altijd noord tot noordoost. Aan dinwaarts komt die uit de noordoostelijke richting, is zwak. Aan zee kan die iets harder waaien en trekt in de middag wat meer naar het noorden onder invloed van een zwak zeebriesje. Maar dat zal amper storen. De temperaturen die lopen goed op. Tot een graad of 20 landinwaarts zelfs, misschien plaatselijk wat meer. Vlak aan de kust, maar dat is echt helemaal aan het strand. Daar zitten we rond een 16 graden. In de kustregio zitten we tussen die 16 en die 20 in. Vanavond blijft het nog lang aangenaam warm. De temperatuur zakt langzaam om dan tegen de ochtend uit te komen rond een 8 à 10 graden. Het blijft helder of hoogstens licht bewolkt met wat nevel bij een zwakke wind die naar een oost-noordoostelijke richting draait. Morgen zit hij dan wat meer in de noordoostelijke oostelijke hoek. Aan de kust kan die opnieuw in de middag wat meer noord worden onder invloed van een zwak zeebriesje. Maar de temperaturen die kunnen morgen nog wat winst pakken. We doen er nog een graad of twee bij. 22, 23 graden landinwaarts. Een graad of 18, 19 in de kustgebieden. Morgen is ook een volop zonnige dag met geleidelijk een paar kleine stapelwolkjes, maar amper bewolking. Zondag dan neemt de bewolking in de loop van de dag wel toe. Dat zou kunnen uitlopen op een plaatselijke regen- of onweersbui, zeker naar de tweede helft van de middag, latere middag vooravond toe. Het wordt onstabieler. Vanaf het westen komt er dus wat meer onstabiliteit binnen, met dus die toenemende kans op een regen- of onweersbui. Het is wel warm. De temperatuur kan zondag eventueel nog een beetje hoger uitkomen landinwaarts, 3, 24 graden. Aan de kust een graad of 20, maar daar bestaat dus wel weer de kans op een zeebriesje in de loop van de dag. Verder zet ik dan de pluim erbij en daar is eigenlijk weinig in veranderd ten opzichte van gisteren. Je ziet duidelijk die onstabiliteit toenemen. Maandag, dinsdag en de dagen daarna is er telkens wel kans op een aantal buien. De grootste buienkans zit op maandag, omdat dan een storing doortrekt. Maar blijft wel vrij zacht met temperaturen die toch telkens dicht tegen de 20 graden uitkomen. Of het zal niet veel schelen. Kort samengevat, eerst een paar hele mooie warme dagen. Maar vanaf zondag in de late middag een toenemende kans op een regen- of onweersbui. En vooral maandag kunnen er dan een aantal van die buien vallen. En ook later volgende week wordt het weer wat onstabieler, maar het blijft wel zacht. Zo, profiteer van vandaag en de komende dagen. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.